Ik ben Isra Abdullatief, lijsttrekker voor Almelo Centraal. Almelo Centraal maakt zich sterk voor een Almelo waar jong en oud zich thuis voelen. Wij staan voor een gemeente waar iedereen perspectief heeft. Opleiding, passende baan, maar ook een passende woning die past bij jouw levensfase. Afgelopen periode heb ik mij vaak gevraagd: wat is ons leven echt waard? Wat vinden wij belangrijk? Ik hoop dat we de komende tijd dat we met elkaar beter kunnen praten en beter naar elkaar luisteren en ook met elkaar samen de oplossing kunnen vinden voor de toekomst van Almelo. Minder ruzie en gedoe. Meer redelijkheid. Wij staan voor de belangrijkste onderwerpen die eigenlijk in Almelo hier draait. Dat zijn de jongeren, kunst en cultuur, aantrekkelijk binnenstad en bedrijvigheid. Beste mensen, het is tijd voor redelijkheid. Stem Almelo Centraal, lijst 14. Moet er geïnvesteerd worden in verbetering van het winkelgebied in de binnenstad? Almelo Centraal gaat voor investeren in de binnenstad, maar ook investeren in de wijken. En in de binnenstad willen wij meer vergroening, meer bomen, dat iedereen die kan prettig voelt voor de bezoekers, maar ook voor de inwoners van de binnenstad. En zeker voor de markten die wat diversiteit biedt en ook verspreidt door de binnenstad. Moet het Business Park XL worden uitgebreid aan de andere kant van het kanaal? Almelo Centraal is niet voor meer distributiedozen. Wij willen ons landschap niet vervuilen. Wij streven eigenlijk voor duurzaam werk, maar ook vaste werkgelegenheid. Moeten er meer zonneparken en windmolens komen ten behoeve van duurzaam Almelo? Ook Almelo moet werken aan klimaatbestendigheid. En daar bedoelen we mee, wij maken gebruik van zonnepanelen op daken waar nodig is. Maar wat belangrijk is, dat de gemeente niet doordrukt waar de locatie moet zijn zonder een overleg met de omgeving. De gemeente moet zich inzetten voor de bouw van betaalbare woningen en voor meer en betere sociale huurwoningen. Sowieso moeten meer woningen komen voor jongeren, voor senioren, maar ook voor middeninkomens. En belangrijk is dat we hier ook gaan denken over innovatieve woningen. En meer combinatiewoning van zorg en woningen. Dat is belangrijk. En ook over nadenken over flexibele woningen, dat we straks gaan we ook ombouwen. Almelo moet meer bijdragen aan cultuur en welzijn. Almelo Centraal gelooft in de kracht van kunst en cultuur. Het maakt de stad. De cultuur is de lijm voor de samenleving. En dat is heel belangrijk. En daarom willen wij ook gelden van 1,4 miljoen euro, coronagelden, investeren in de brede cultuur in Almelo.